Allereerst, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe Tech Night. Regenachtige dag, regenachtige avond. Deze avond gaat Casper, onze eigen collega, ons wat bijbrengen over behavior-driven development. Als jullie vragen hebben, kun je die natuurlijk stellen in de chat. Je mag ze ook bewaren voor het eind. Dan behandelt Casper ze één voor één. Zoals jullie wel gewend zijn, denk ik, kan je ook de side-by-side mode aanzetten. Zo kan je het scherm van Casper zien en daarnaast het scherm van wat je normaal op de Tech Night ziet. Hiermee heb je ook een mooie impressie van ons kantoor. Ik zou zeggen, heel veel plezier allemaal. Casper, heel veel succes, jongen. Goedenavond allemaal, dames en heren. Welkom. Hey, ik ga vanavond een Tech Night houden over behavior-driven development. Maar voordat ik ga doen, stel ik mezelf even voor. Ik naar de eerste slide kan gaan. Wie ben ik? Ik ben Casper Frind. Ik ben developer sinds 2004, alweer een hele tijd. En de afgelopen tijd ben ik gedetacheerd bij mijn overheid. Mijn overheid is een website waarbij burgers zelf hun berichten kunnen zien van de overheid. En ze kunnen daarnaast ook gegevens zien die de overheid van hen beheert. Dus de laatste tijd zit ik daar op een gaaf project voor het delen van gegevens. Dus burgers kunnen daar aangeven dat ze hun gegevens willen gaan delen met een externe partij. En daarbij een toffe site van gemaakt. En daarbij ben ik ook in aanraking gekomen met behavior-driven development. Nou, daarnaast ben ik nog gek op klimmen. Dus wie weet zien we elkaar daar een keer. Ik hou vooral van boulderen. Dat is een soort klimmen met matten. Dus wie weet. Waarom deze Tech Night? Nou, dus ik ben in aanraking gekomen met behavior-driven development. En eigenlijk ben ik daar heel enthousiast over. Dat wil ik jullie graag vanavond wat meer over gaan vertellen. Waarom vind ik dat ik daar enthousiast over? Ik vind het veel sneller werken. Als voorbeeld bijvoorbeeld dat je bij behavior-driven development maak je testen van tevoren. En die testen voer je uit. En dan hoef je niet constant te blijven klikken op elk scherm van wat je nou wil. Maar je runt de test, je kijkt of het goed gaat. Daarna kan je iets aanpassen of het is allemaal oké. Ik vind het veel fijner om te werken met het team. Dat is als volgt dat je met het hele team die testen op kan stellen. Dus je kan kijken van wat verwacht je? Welk gedrag wil je gaan testen? En dan kan je ook met de testers, maar ook met de beheerders van de code, kan je daar met z'n allen eigenlijk een testscenario voor opstellen. En als laatste vind ik het fijn omdat het veel kortere feedback loops heeft. Dus je kan eigenlijk van tevoren test al maken en daarna dan kan je al feedback opvragen van is dit hetgene wat je verwacht? In plaats van dat je eerst gaat programmeren en dan daarna pas je feedback krijgt. Nou, wat is nou eigenlijk behavior-driven development? Waar heb ik het nou de hele tijd over? Nou, het is een methodiek van programmeren. En dus tijdens die beschrijft als eerste het gedrag van de applicatie. En daarna ga je pas programmeren. Staat hier dus tot twee keer programmeren en één keer gedrag. Nee, maar je maakt als eerste testen. Die heb je dan al aan de hand. En aan de hand van die testen kan je ook kijken van hoe ver ben ik nou in het proces. Dus kan ik al naar de website gaan? Kan ik al ergens klikken? Kan ik zien wat ik verwacht? En daar kan je ze ook op rapporteren. Of, ik ben nu op de helft of zo. Ik ben al bijna klaar. Als voorbeeld wil ik jullie graag dit tekeningetje laten zien. Een tekeningetje van de boomschommel. Zou je denk ik wel bekend zijn. Je gaat met de klant praten en die zegt, ik wil graag een schommel hebben. En dat gesprek heeft hij met je sales manager of met je directeur. Dus die directeur die komt op het kantoor en die zegt, jongens, ik wil echt de meest fantastische schommel hebben. Met een boom en een tak en een touw eraan en drie lagen. En dat moet super goed gerunde schommel. Nou ja, vervolgens wordt dus dat doorvertaald. En dan, ik hoor iets van een boom en een plankje en een touwtje. En daarna gaat de developer aan de slag. Ja, en die heeft onwijs haast. En die, je ziet een boom en een touw en een plank. En dan krijg je eigenlijk het derde plaatje van de schommel die compleet niet werkt. Ja, en daarna ga je het naar je klant brengen. En die zegt, wat heb je nou eigenlijk voor me gemaakt? Want ik bedoel eigenlijk een band aan een tak. En waarin kan je schommelen. Nou. Dus ik wil jullie de vraag stellen eigenlijk van, hoe zorgen jullie ervoor
dat, ja, je kan dat je klant aangeeft hoe hij of zij verwacht dat de applicatie werkt. Nou, daarvoor wil ik je vragen of je naar Mentimeter kunnen gaan en de volgende code die bovenaan het scherm staat kunnen invoeren. Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Kijk, de antwoorden komen al binnen. UX-designer. Oké, interessant. Dat zijn toch mensen eigenlijk van je interne organisatie, hè? Die het heeft opgeschreven. Die UX-designer. Nou, ik zie al een aantal paar dingen uit. Die ik ook zeg van sommige zijn dat achteraf, hè, dat je bijvoorbeeld je specificaties, ja, in hoeverre ga je dat dan helemaal uitschrijven? En hoe kan je natuurlijk dan eigenlijk, soms schrijf je het helemaal uit en dan is hetgene wat de klant verwacht niet hetgene is wat je hebt uitgeschreven. Ik zie, even kijken, interviews. Het is een beetje van, dat is eigenlijk meer hoog over, maar lijkt niet. In plaats van dat je dieper de details in gaat. Ik zie een hoop dingen dat ik denk, dat is interessant. Ja, de UX-designer. Ik vind jou wel. Lijkt me fijn. Kom je ondertussen door. Wireframes. Ja. Ah, interessant. Er zit een goede ding tussen. Hè? En een functioneel ontwerp natuurlijk ook. Dat je eigenlijk van tevoren hebt uitgedacht hoe iets functioneel moet gaan werken. En hoe, ja, dat functioneel ontwerp zou je dan ook bijvoorbeeld weer in je testen kunnen gebruiken. Ik kan degene die erbij praat even zijn microfoon mute. Ik ga vast verder naar de volgende. Want wat als je nou logische beschrijvingen kan maken van de gewenste functionaliteit die begrijpelijk zijn voor mensen en machine. En je, de beschrijvingen die je gebruikt, die kan je dan ook weer gebruiken tijdens de ontwikkeling en de borging in je testline, in je pipeline, in je regressietest. Dat is eigenlijk heel handig. En dan degene waar je nu aan werkt, daar kan je je testen mee draaien en achteraf heb je dan die borging dat je gewoon als je weer iets anders gaat maken, dat je deze features blijft testen. En dat je dus niemand eigenlijk nog een keer zit te klikken in jouw applicatie om te kijken of alles nog steeds werkt. En dat er geen regressie optreedt. Nou, als oplossing heb ik hiervoor Gherkin. En Gherkin is een programmeertaal. Het is een taal die je op je programmeerlaag legt. En die beschrijft eigenlijk van een scenario wat je wil gaan doen. Ja, dus het scenario is van ik wil gaan schommelen in mijn schommel. En ik beschrijf eigenlijk een beginsituatie. Dus de given. Er is een boom en een tak. En nog een beginsituatie. Aan die boom hangt een band met een bandschommel. Dat moet zeggen. En als ik dan in die band ga zitten, dan kan ik gaan schommelen.
Nou, al deze stappen zijn eigenlijk dus het beginscenario van de given, eigenlijk het beginscenario en de actie. En daarna is hetgene wat je wil gaan doen. En dus given en end zijn het beginscenario. When is de actie en then is eigenlijk het resultaat wat je verwacht. Nou, dit is leesbaar voor iedereen. Dit kan je zo opnemen in je test. Het is leesbaar voor je business. Je kan je gewoon voorleggen aan je klanten en zeggen van, joh, is dit hetgene wat je bedoelt? En hij kan het ook bij ons, bijvoorbeeld bij mijn overheid, schrijven de testers zelf dit. En de architecten, testers en architecten schrijven zelf dit verhaal. Zodat dat we het gelijk kunnen gaan toepassen. Nou, waar kun je Gherkin allemaal gebruiken? Geen slide dus. De voordelen van Gherkin is dus dat het leesbaar is voor iedereen. Het is zowel voor de machines als voor mensen is het leesbaar. Het is onderdeel van je documentatie. Dus eigenlijk hoef je er minder documentatie naast te hebben, want je hebt deze test al. En deze test is ook een onderdeel van je documentatie. Je hebt duidelijkheid vooraf. Want je maakt van die voren je test. En daardoor is het behavior driven. En je test dus gedrag in plaats van je implementatie. Dus als bijvoorbeeld bij Selenium. Voor degene die dat kennen, Selenium is een testframework, of een bekend testframework, waarbij je ook door je applicatie heen klikt. Maar dat schrijf je achteraf. Dus je maakt je applicatie en dan ga je met Selenium zitten testen of het allemaal werkt. En dat is eigenlijk niet zo leesbaar voor de business. Okay. Nou, dit zijn de frameworks die je daarvoor kan gebruiken. Dit is Behead gebruikt PHP. Voor PHP heb je echt Behead, zou ik moeten zeggen. Voor JavaScript en voor Java heb je Cucumber. En voor .NET heb je SpecFlow. En al deze drie talen kunnen dus Gherkin aan. Dus je zou ook de bestaande testen bijvoorbeeld op een ander framework kunnen gaan zetten. En dan gewoon hergebruiken als je van Java naar PHP gaat. Bijvoorbeeld. Nou, dan wil ik jullie graag nu een demo laten zien van hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ik heb hiervoor een... ik ga even omschakelen. Ik heb even van de Symfony Demo applicatie heb ik een download getrokken. En daar die ga ik testen met Behead. Dus als je de applicatie bekijkt, dan hebben wij een siteje met wat nieuwsberichten. En eigenlijk wil ik nu gaan testen en ik ga dus naar de code toe. In Behead maak je gebruik van feature files, die staat hier. En in die feature files heb je dus dezelfde structuur in Gherkin als we het net niet zien. En ik laten we zeggen dat ik een scenario wil gaan doen. Zijn er trouwens tussendoor nog vragen? Kijk even in een half oog naar Andy. Okay. Kan je misschien een beetje inzoomen? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Niet deze. Dit. Laat hem even op de play. Nee, ik ga wel anders inzoomen. Zo beter, denk ik, hè? Leesbaar? Voor mij wel, dankjewel. Ja, oké. Okay. Dus ik ga een nieuwsbericht toevoegen. Dus check for new post. Bijvoorbeeld. Nou, dan beginnen we met een given scenario. Given. Dit schrijf ik trouwens nu iemand in het Engels, hè, maar dit kan ook een ander in het Nederlands schrijven. Voor Behead en voor andere talen heb je daar gewoon language files voor. Zodat ook die scenario en die when en then en given ook in Nederlands kunnen of in een andere taal. Given, nou, ik ben op de homepage. En dan verwacht ik. Should see. Message. En dan verwacht ik echt naar te zien.
Nou, als ik deze scenario draai. Is altijd spannend, live demo. Tot iemand aanbelt. Nou, gaat er van alles om mis. Want ik heb natuurlijk, denk ik, niet mijn server gestart. Denk ik. Checken. Ik ga de server verstarten. Wat leuk. Jesus, this is boring. Okay. Nou, dan gaat hij klagen dat er een undefined step is. Okay. Even kijken. Nee. Even spannend waarom dit nou niet doet. Ik ga even checken. Is de demo spook? Dat wil ik eigenlijk zo meteen nog uitleggen. Maar daaraan ligt. Deze werkt. Ja, ik zie het al. Ik moet de Chrome driver starten. Ik wilde het voor de tijd een beetje simpel houden, dus daar werd ik alles lokaal draaien. Kasper? Ja? Bij het eerste scenario staat er een when I'm on the homepage en de tweede staat een given. Zijn die herbruikbaar als when en given of is dat... Ja, ja, eigenlijk wel. Dus daar wordt bijna niet op gecheckt. Oké, dan gaat het beter. Waarom staat hier volgens mij? Kijken, dan gaat er een terminal. Terminal. Het is de... Ik open nog een nieuwe terminal. En ik klaag nog steeds over die ene stap die na best in de weer. Ik moet even gaan uitzoeken wat er aan de hand is. Ik zit in de verkeerde context te kijken. Then, see. Dat is de verkeerde functie. Ik nog heel eventjes en dan gaan we anders gewoon verder. Ja, goed. Oh, dat kan ook natuurlijk. Kunnen we dat even maken. Hetgeen is dus dat ik gebruik de verkeerde method. Eventjes het rollbacken. Deze zocht ik. Dus ik heb gebruik eigenlijk van andere bundel en methode. Dan gaat de eerste goed. En de tweede gaat fout.
Nou, de tweede gaat goed met die terugbezit. Deze gingen we niet doen. Nog een keer. Check. Check. Nee, post. One page. And I should see TechKnight. Dus we beginnen met deze check. Sorry voor de delay. Dan gaat dus één test gaat fout, want op de homepage staat geen TechKnight. Als ik vervolgens dat artikel dan toevoeg in het beheerportaal. Bericht maken. Staat hij erbij? Als ik nou mijn test zou draaien. Ik ga gewoon draaien. Dan gaat het goed. Jee, test geslaagd. Nieuwe code opgeleverd. Allemaal naar productie. En dan wil ik eigenlijk ook nog even checken. Van als ik nou ga zoeken. Als ik nou, dus ik kan nu ook zoeken. Ga ik naar een zoekpagina. Dan zeg ik, als ik hier zoek naar TechKnight. Dan staat hij daar. Dus dat wil ik ook even getest hebben natuurlijk. Dus ik maak een nieuw scenario. En check. Research. Page. En dan dus weer de given. Dat is de beginsituatie. Dat dubbele punt kan natuurlijk niet daar zijn. On the search page. Oh, nee, ik heb het verkeerd geschreven. Verkeerde functie. When. Ging je actie zeggen. When I open the search page. And. Er is nog een actie. And. Ik finish. I search. Search for TechKnight. Then I should. TechKnight. Nou, zou het goed gaan? Wat denken jullie? Ja. Het gaat niet goed. Maar waarom gaat het nou niet goed? Dat komt omdat hij misschien er geen heel veel op te letten. Ze zagen dat toen ik het terwijl ik hier aan het tikken was, dat hij al op de achtergrond allemaal Ajax calls aan het doen is. En standaard maakt de Symfony Beerhead plugin, die doet het alles, die doet het gewoon met curl en die haalt de HTML van die site. En die gaat eigenlijk gelijk parsen of die tekst ziet daarin of niet. En dus daarvoor moeten we een Selenium of je kan een Chrome driver gebruiken of browser stack. Er zijn verschillende implementaties hiervoor die dan eigenlijk JavaScript kunnen gaan renderen en dat kunnen gaan parsen de pagina. Nou. Eigenlijk heel simpel in Behead. Je voegt hier een add JavaScript. Ik had het daar eigenlijk een beetje verklapt. Voeg je toe. En dan weet dus het script van, hey, ik moet hiervoor een headless browser gebruiken. En in mijn geval is dat dan de Chrome driver die op de achtergrond draait. Die kan je hier ook zien, dus dat hij allemaal commands binnenkrijgt. En je kan het ook nog zelfs in je browser, kan je dus live eigenlijk meekijken van wat er dan gebeurt.
ga het nu even niet doen, maar kan je zo ook zien dat het dus door de site heen geklikt wordt en dat er bepaalde elementen geopend worden. En ja, dus dan zie je je test goed gaan. Zover de demo. Heeft daar iemand nog een vraag over? Ja, ik had een vraagje. Ik zag dat in je editor die stappen ook eigenlijk aangevuld worden. Heb je daar iets speciaals voor nodig? Is dat een plugin of is dat gewoon een integratie die al in PHP Storm zit bijvoorbeeld? Ja, het is een integratie die in PHP Storm zit. Dus hij herkent dan welke contextclasses je hebt. Dus dat is een stukje PHP. PHP-classes die eigenlijk jouw vragen vertalen naar implementatie. Hè? Dus je kan, wat we ook aanraden, wat ik jullie aanraad, is om gewoon korte scenario's te beschrijven. Het is when I open the search page, bijvoorbeeld. Dat je misschien eerst naar de homepage gaat, een bepaalde URL moet openen, dat je moet klikken op zoeken. Dat verberg je eigenlijk, want dit is implementatie en geen functionaliteit. En maar je gaat eigenlijk gelijk zo naar de functionaliteit die je wil. En ook hoe je zoekt. Hè. Dus dat ik een term invul en dat ik op oké druk of zo, op een zoekknop. Dat zijn allemaal implementaties. Wat je eigenlijk weg wil houden uit je scenario's. Maar dus er zijn plugins die dat voor jou kunnen herkennen. Ja. Die staan gekoppeld in je behead YAML file voor de PHP mensen. Andere vragen? Als je een productieversie hebt van bijvoorbeeld mijn overheid, zijn je scenario's dan ook allemaal zo kort? Of zijn ze dan echt wel een stuk langer dan dit? Die zijn ook ongeveer zo kort. Dus wij bij mijn overheid proberen we dit in zo min mogelijk stappen te doen. Wij proberen, ik denk 5 regels maximaal aan te houden. En maar dan kan je bijvoorbeeld bij nadenken dat je ingelogd bent bij mijn overheid en dat je op de berichtenboxpagina zit, als voorbeeld. Hè? En dat je dan een actie uitvoert. Dat zou een scenario kunnen zijn. En dan zit dus achter één actie, zit zeg maar heel de login flow en naar een bepaalde pagina opereren. Ja, correct. Ja. En die flows kan je natuurlijk weer hergebruiken. Dus je hebt bijvoorbeeld een test die het login checkt. En, en als je dan de happy flow gebruikt, kan je die dus ook weer hergebruiken in andere tests. Netjes, nice. Ja, dus bij mijn overheid gaan we ook daadwerkelijk elke keer inloggen en ergens naartoe en een bepaalde actie uitvoeren. Ik heb nog een vraagje. Ik probeer het in het Nederlands. Bij de scenario, check the search page. Mm-hmm. Het is attached naar de web interface. De Gherkin is afhankelijk van een website, maar is het niet ook mogelijk een business behavior te beschrijven in Gherkin? Dus ik zal zeggen, als ik if I run a search request, en op deze manier is het dan niet belangrijk, als ik het via een website doe of via bijvoorbeeld een REST interface. Nee, eigenlijk dan niet. Hè? Dus je beschrijft van dat je een bepaalde actie uit de functionaliteit aanroept. En dat voor mijn overheid checken we ook paden voor API's. Maar dat doen we wel op deze manier. Dat je zegt, ik voer een bepaalde actie. Ik check een bericht in de berichtenbox met de berichtenbox app. En onder water wordt daar dan een API call gedaan naar onze berichtenbox gedeelte. En wordt er iets gecheckt. Ja, maar als ik het anders wel schrijf, kan ik hetzelfde Gherkin-code gebruiken voor de API-test en voor de GUI-test? Dat kan. Je krijgt er wel wat afhankelijkheden in. Waarbij je bijvoorbeeld met dit soort tekst zou je kunnen zeggen van ik wil dit runnen als... als API-user en dit als web-user, daar zijn mogelijkheden voor. Ja. En dat is, deze stijl is heel populair in de Symfony-documentatie en in het behavior-wereld. Ja, het zou hetzelfde kunnen zijn. Ja, zeker waar. Nog andere vragen? Oké.
In de chat was nog een vraag. Ja. Oh. Heb je ervaring met de syntax en code exception en zo ja, welkom in jouw worker als je gedrag samen met de business moet vastleggen? Ik hoorde de vraag niet helemaal goed. Ik kan wel even in de chat zien. Even kijken. Nee, ik heb eigenlijk geen ervaring met co-reception. Dus daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen. Of de overeenkomst of de verschillen tussen die twee. Co-reception maakt veel gebruik van behead. Dus het is een soort van wrapper voor behead. Ja, ik heb nog niet zo. Ja, ik heb nog niet zoveel behoefte gehad om daar een wrapper overheen te hebben. We hebben wel een aantal testers gehad die bezig zijn geweest met het automatisch genereren van die head van Gherkin script. Ik weet niet. Dus dan gingen ze vanuit UML de documenten, gingen ze dan de scenario's opstellen. Ja, ik vond het een beetje een overkill, maar het zou iets kunnen zijn. Ja? Laten we even verder gaan. Over de demo. Nou, wat heeft dat. Ja. Wat heeft de behead van mij opgeleverd in Gherkin? Ik heb bijvoorbeeld fouten gevonden tijdens het uitvoeren van alle testen die we eigenlijk niet, die we nooit meer hadden kunnen ontdekken. Dus ik had een functionaliteit gebouwd dat er een gebruiker inlogde, maar bij mijn overheid hebben we meerdere soorten gebruikers. We hebben API-users en kan website-users en mensen die via certificaten inloggen. Ik had er iets aan toegevoegd. Toen draaide ik mijn test en toen bleek opeens dat onze beheerders, als die zouden inloggen, dan zouden er een bepaalde login niet worden weggeschreven. Nou, die fouten hadden we nooit ontdekt als ik dit niet had gehad. Dan was er een tester gekomen, die had mijn functionaliteit getest. En die had gezegd, hey, Kasper, het draait allemaal prima, ik kan inloggen. En ik heb nog een stukje regressie dan gedaan, gaat helemaal goed. En dan was het daarna naar de klanten gegaan en hadden we die getest. Dan was het ook allemaal prima geweest. En dan had het in productie gestaan en dan was het. Ja, mogelijk misschien een aantal weken later pas ontdekt. En dan hadden we helemaal in moeten duiken. En nou vind ik gelijk het probleem. Dus dat is stop. Bij mijn overheid gebruiken we ook unit testing. De code coverage is iets van 97%. De code die ik had geschreven is ook compleet gedekt. Maar ja, dit is een puur integratieding wat je daardoor had afgevangen. Door die behead en Gherkin kan ik veel sneller ontwikkelen, omdat ik repeterende handelingen niet opnieuw hoef te doen. Ik hoef niet in te loggen en dan naar de berichtenbox toe te gaan en checken of iets werkt. Ik kan gewoon test afvuren en ik kan eigenlijk alle testen gewoon afvuren, ook alle scenario's in één keer doen. Het is dus fijn om met het team samen die testen te maken. En daardoor denk je ook vanaf andere invalshoeken mee. Van wat wil je testen? Wat verwacht je er te zien? Is het begrijpbaar dat de testen die ik maak, begrijpt de tester dat? Begrijpt de product owner dat te maken? Voordat we daar naartoe gaan, nog even wat nadelen natuurlijk van Behead en van Gherkin. Het is langzaam. Je zag net al, volgens mij draaide. Ja, de twee testjes in een aantal seconden. En bij een overheid hebben we honderden testen. En duurt nou een minuutje of 10. Volgens mij was het snelst iets van 7 of zo. Dus je bent gewoon lang bezig. Voordat je ziet of iets werkt of niet. Waarbij het in unit testen kan ik. Die 7000 unit testen. Die trap ik in 2 seconden af of zo. Dan is het klaar. Dus dat gaat veel sneller. Het nadeel is natuurlijk dat je. Het kost tijd om te maken. Hey, je schrijft hier een test en daarna moet je nog deze test maken. Dat kost ook tijd. Dus als je zegt van ik heb een start-up product, ik wil een snelle website die snel gereleased moet worden. Misschien dat je dan minder hebt aan het testen met Gherkin. Nou, zijn er nog vragen? Ja, ik had nog een vraagje bij je voorbeeld met de JavaScript code. Je gaf aan dat daar dus op de achtergrond een Ajax call gebeurt om die
dat bericht in te laden. Ik vroeg me af, hoe weet Behead nou eigenlijk dat die call klaar is? Zit daar al in die stap ingebouwd in dat hij dat loopt of? Ja, dus Behead maakt gebruik van Mink driver en Mink stuurt dan weer Chrome driver aan. En, dus, en in die Chrome driver wordt via JavaScript dan aangestuurd. Dus PHP stuurt eigenlijk JavaScript calls naar het ding. Op dat moment wordt het browser gewoon gecontroleerd. Dus je gaat in die pagina, je vult dat zoekwoord daadwerkelijk ook in. En als je ook zou meekijken van wat hij op dat moment uitvoert, zie je dat hij ook dus, de zoekterm doet en bijvoorbeeld op de zoekknop drukt, of in dit geval helemaal geen zoekknop. Ja, en vervolgens, als die stap klaar is, krijgt hij volgens mij van de DOM terug, of van JavaScript, van ik ben klaar. En dan gaat hij verder naar de volgende stap, waarbij hij die check uitvoert van komt mijn tekst voor op de pagina. Oké, dus eigenlijk weet hij dat bijvoorbeeld die promise in JavaScript klaar is en dan gaat hij weer verder met de volgende behead stap. Hij vult de tekst in en de browser zelf, die op de achtergrond meedraait, eigenlijk zit daar nog eens een stap tussen. Hij vult het gewoon in en vervolgens ga je naar de volgende stap waarbij de check wordt uitgevoerd. Dan zie ik die tekst. En dat is ook zover. Dus stel je ervoor dat je in je CSS hebt aangegeven dat de titels en hoofdletters zijn. En je doet een zoekterm op hoofdletters. En dan zal die dat ook matchen aan elkaar. Terwijl gewoon in de HTML-code staat het in kleine letters. Dus hij neemt ook nog je CSS-styling mee. Dat is echt cool. Je kan ook bijvoorbeeld screenshots ermee maken. Dat is een handige functionaliteit. En bijvoorbeeld ook als het fout gaat, krijg je een screenshot te zien in je test van je verwacht dit te zien. Dit komt niet voor op de pagina, dat woord TechNight bijvoorbeeld. En dan kan je in een screenshot zien van, ik zie dat de nieuwsbegrip, het artikeltje niet getoond wordt. Beetje doorbreiend op Chris' vraag eigenlijk. Snapt hij ook... zou je ook bijvoorbeeld een JavaScript website ermee kunnen testen waar een animatie bijvoorbeeld zeg 5 seconden duurt voordat iets zichtbaar wordt? Is hij dan slim genoeg om daarop te wachten? Of moet je hem specifiek vertellen van, joh, je moet maximaal 30 seconden wachten voordat een tekst zichtbaar wordt? Zoals je zou dus in de implementatie, dus in de contextklas, daar geef je aan van dat je wil wachten hierop. Want anders dan, als gebruiker ga je anders ook zitten wachten, hè? Ja, als ik een zoekterm intik en je gaat ervan uit dat je eerst 5 seconden moet wachten, dan moet je dat wel expliciet aangeven. Ja, oké, dus je moet wel echt zelf je wait time aangeven, zeg maar. Ja. Het zou een functionaliteit kunnen zijn, dat je gaat vragen van, kunnen we ergens mee helpen, want je wacht zo lang. Dat je daar bijvoorbeeld een animatie voor hebt. Fair enough. Nog vragen? Als je een bepaalde context alvast nodig hebt. Jij hebt nu een TechNight artikel aangemaakt, maar stel dat je een test wilt maken met het gegeven dat een artikel TechNight bestaat, wil ik, wanneer je zoekt, TechNight kunnen terugvinden. Mm-hmm. Ja, dat deden we de tweede keer. Hè? Dus, toen had ik natuurlijk al het artikel toegevoegd en toen ging je nog een keer de test ervan maken. Ja, precies. Maar je hebt dus handmatig dat artikel aangemaakt, maar stel je doet dit in een pipeline runnen, wil je dat je niet handmatig een artikel moet gaan aanmaken, maar dat je vanuit kan gaan dat iets al bestaat. Dus wij maken bijvoorbeeld in onze contextklasses, maken we bijvoorbeeld van tevoren gebruikers aan. Dat we zeggen dat we in de given, dus ik zal even erbij halen. Dat je zegt, given, er is een gebruiker die bestaat met deze inlognaam. En als ik als die gebruiker inlog, dan verwacht ik dat ik op mijn welkomstpagina ben. Ja, precies. Dus met die given kan je bepaalde context aangeven van Dus het is een soort beginscenario. Dat zegt, er bestaat een post met TechNight. En dan zou je dus in die context... klas, bij die stap kan je dan zeggen, ik maak een post aan die heet TechNight in je database. En wat heeft dit voordeel tegenover, want dit wordt altijd door een tester geschreven, maar stel je hebt geen tester, je bent in je eentje bezig, heeft dit dan nog een voordeel boven test-driven development? Of? Ja, zeker, want
waar ik als developer tegenaan liep, hè, bij unit testen, moet je eigenlijk de hele structuur moet je van tevoren in je hoofd gestopt hebben. Van wat voor klassen ga ik maken? Hoe ga ik? Hoe moeten die klassen met elkaar gaan werken? En dan ga je eigenlijk per klas ga je de unit test maken en daarna dus de code schrijven. Ik heb het een aantal keren gedaan. En dat werkt best leuk. Alleen, ja, je moet wel het hele plaatje in je hoofd hebben. En dat gaat vaak niet. En nu zeg je gewoon, je hebt van tevoren de functionaliteit. Die kan je afstemmen. En dan hoef je hem eigenlijk daarna alleen nog maar te bouwen. En de daadwerkelijke implementatie, dat komt dan later. Waarbij je zegt, ik heb voor dit wat ik verwacht meerdere klassen nodig die dit en dat kunnen doen. Ja, precies. Dit verschilt voornamelijk met unit testen, maar als je een feature test of implementatietest zou uitvoeren van test-driven development, dan is het eigenlijk relatief hetzelfde als wat je hier hebt. Je zit natuurlijk bij implementatie en feature testen zitten nog wat verschillen tussen. Dus dat je bij implementatie ga je meer op een aantal componenten met elkaar vergelijken. Die testen hebben wij bij mijn overheid ook wel. Dus dat we een deel van het geheel opzetten en dat we tegen elkaar aantesten. En dit is eigenlijk nog hoger over. Hè, van, het is een black box. Je weet eigenlijk niet van wat eronder zit. Alleen wat je verwacht dat er gaat gebeuren. Ja, precies. Ja. Oké. Andere vragen? Dan wil ik graag jullie nog op het volgende attenderen op onze volgende Tech Night. Over een maand. Dan hebben we het over Lessons Learned van Prasan. En een tweede Tech Talk van Michel, denk ik, en Ivar. Ja. Mooi. Dankjewel, jongens. Bedankt voor het vraagje. Ik heb hier heel veel bier voor jou. Okay. Volgens mij vind je dat hartstikke lekker. Jeetje. Het was een goed plaatje geweest. Hartstikke goed gedaan. Je hebt het al aangekondigd. Ik wil jullie daar een hulp bij voor de 30ste. In samenwerking met Open Web geven we 2 technaatjes in 1. Dus jullie zijn weg van harte welkom. Bedankt, Kasper. Dankjewel, jongens. Ich habe noch eine Frage. Ist er dus jemand, der alle Erfahrung hat mit Werken mit Gherkin as a Requirements Document? Jemand anders? Ist er jemand in dem Meeting, der alle Erfahrung hat mit Werken mit Gherkin Features as in Requirement Document? Ja, bijvoorbeeld al in de Scrum Planning of in de backlog de feature files zetten. Ja, dat doen wij zelf. Hè. Dus we schrijven user stories met daarin tijdens de refinement kunnen we al deze Gherkin erin schrijven. Dus ik vind het een heel interessant idee en ik heb het bij sommige organisaties al probeerd en soms werkt het en soms werkt het minder. Ja, dat begrijp ik. Het is een soort mindset die je moet hebben. En ik denk dat je ook wel mensen moet overtuigen in het begin. Ik merk dat onze testers in ieder geval in het begin waren ze een beetje afwachtend. Van moet ik iets gaan doen wat ik eigenlijk niet zo begrijp of niet zo ken? Ik vind het toch fijn om in mijn eigen space te zijn en allemaal testen uit te voeren, op knoppen te klikken. En nou moet ik dat eigenlijk van tevoren allemaal gaan zitten beschrijven. Dat is denk ik een mindset waar je nog aan moet gaan denken. Maar het betaalt zich wel uit. En uiteindelijk denk ik dat je hele blije mensen gaat krijgen. Ja. Oké, dankjewel allemaal jongens. Dankjewel voor de talk. Dus... Heel bedankt.